Oké. Jongens en meisjes, het leerdoel van de leidende en de bedrijvende vorm is dat je deze twee zinnen uit elkaar leert houden. Dat je begrijpt dat het dezelfde zinsinformatie is, maar er nou eenmaal twee manieren zijn om dat in het Nederlands te zeggen. De bedrijvende vorm, de zogenaamde bedrijvende vorm of actieve vorm, waarin het duidelijk is wat het onderwerp doet en wie dus de handeling van het werkwoordelijk gezegde uitvoert. En je zou kunnen zeggen leidende vorm waarin dat minder duidelijk is. Naamwoordelijke gezegdes komen niet voor in het leidende vorm. Dat is iets wat eigenschap is van zinnen in de bedrijvende vorm. Het is een beetje een rare constructie, een leidende vorm. Waarom wordt het dan eigenlijk gebruikt? Nou, in sommige politieke discussies is het niet altijd wenselijk om het te hebben over wie nou eigenlijk precies de handeling heeft uitgevoerd. Dus worden juist die leidende vormzinnen gebruikt om de onderwerpen weg te moffelen. Een heel beroemd voorbeeld is, er werden fouten gemaakt. En dat door wie, dat wordt dan gewoon weggelaten. Dat de mensen die eigenlijk hoofdverantwoordelijk zijn, in dit geval de dans ontspringen. Maar goed, dat is even wat context. Nu even naar de inhoud toe. Als je nou eerst de simpelst mogelijke zin pakt, Jan slaat Piet, een bedrijvende zin, waarin Jan het onderwerp is, slaat het werkwoordelijk gezegde en Piet het leidend voorwerp. Nou, dan merk je dat een zin in de bedrijvende vorm is, maar die kun je ook in de leidende vorm gebruiken. En dan betekent het precies hetzelfde, maar dan krijg je wel een aantal transformaties. Je ziet een spiegeling tussen Piet en Jan. En je ziet Jan naar Jan en Piet naar Piet. Je ziet het leidende voorwerp, of liever gezegd, het hulpwerkwoord van de leidende vorm. Dat is worden. Er is de bijwoordelijke bepaling van de handelende persoon. Door plus logisch onderwerp, door Jan. En